Welkom allemaal, we beginnen met een filmpje en we gaan eerst maar eens kijken wat het is. We hebben Optimusdag, hè? Feestje, vijfjarig bestaan. We kunnen uit allemaal workshops kiezen vandaag en volgens mij wordt er nog geborreld en geluncht. Lekker gegeten, denk ik. Het echte doel weet ik niet, maar ik vermoed ook een beetje samen zijn en andere collega's leren kennen van de stichting. We bestaan 5 jaar, dus dat moest ook gevierd worden. En normaal gesproken hebben we om de 2 jaar wel een personeelsdag. Maar deze keer hebben we besloten om het misschien net wat anders te doen, ook omdat het 5 jaar bestaan is. Toch, Konneke, wat vraag je nou van deze dag? Nou, wat ik verwacht is een hele leuke workshop. Een hele leuke workshop. En wat verwacht je te leren vandaag? Nou, een beetje meer stappen hoe ik mijn droom om ooit naar het buitenland te gaan, te kunnen gaan verwezenlijken. Oké, dus je hebt een droom om naar het buitenland te gaan? Ja, dat zou ik nog graag wel een keer willen, Dat zou je nog wel een keer... En dan, wat daar te doen dan? Ja, les te geven. Oh, les geven ook? Ja, dat is de workshop van mij van vandaag. Oké. Okay. En wat ga jij doen dan, René? Nou, ik ga vandaag naar een workshop waarbij er jonge lui gaan spreken. En wat ik hoop is te zien wat ik dan in de klas daar ook mee kan doen. Mensen ondergaan een experience. We hebben het ook bewust geen workshop genoemd, omdat ze dan meteen denken aan muziek maken en trommelen en schilderen. Deze dag is ook echt bedoeld om nieuwe dingen de mensen te laten ervaren die ze niet zo snel zouden doen. Dus bijvoorbeeld filmpjes maken, leiderschap onderzoeken, met paardrijden, hele creatieve workshops en dat soort dingen. Kunnen we daar ook lekker een feestje bouwen? Is alles goed? En wat betekent Optimus voor jou? Iedereen werkt, leert, speelt, vernieuwt. Wij zijn tevreden als de medewerkers van Optimus het een goede dag gevonden hebben. Je kunt dan aan de sfeer wel merken van hoe ze zich vermaken. En ik denk ook reacties zoals van... Goh, eindelijk kan ik twitteren. Of, joh, wat leuk, nu kan ik in mijn lessen met de kinderen filmpjes maken. Of, ik ga ook met mijn team een teambuilding paardrijden doen. Want dat is heel... Dus echt dat ze... Je moet het ook kunnen vertalen naar de scholen. Ja. Dag mevrouw, mag ik u vragen wat u van deze Optimusdag heeft opgestoken, behalve een sigaret? ik vond het gewoon een geweldige dag. Kijk eens hoe het eindigt. Super sfeer. Optimus in een heel nieuw daglicht. Ja, wat wil je nog meer? Optimus is klaar voor de toekomst.